Dan hier bij Michiel Offermans. Michiel, daar zijn toch winstkansen voor jou vandaag hier voor een thuiswedstrijd ook, hè? Goh, winstkansen. Het is hier altijd wel een lastige wedstrijd, waaierkoers. Dus het is een beetje afwachten. Parcours ken je denk ik ongetwijfeld, hè? Ja, ik heb hier al meerdere jaren gereden. Dus ik weet wat er komt. Niet het moeilijkste parcours, maar toch de wind zou een heel belangrijke rol kunnen spelen in Goedsen of in Oudgaarden, denk ik. Ja, het parcours op zijn eigen is inderdaad niet zo lastig, maar je hebt hier richting de luchthaven. Inderdaad wel waar de wind een grote rol speelt en maakt de koers wel heel lastig. Je hebt al overwinningen op je naam staan. Je denkt er niet aan om te winnen hier? Of, Ik ben realistisch en ik weet dat hier moeilijker is. Morgen is meer mijn koers in Hawaii. Dus, het parcours is niet selectief genoeg voor jou? Nee, ik focus me daarom ook meer op morgen, waar het wel een selectief parcours is. Dus. Wat doet Michiel volgend jaar? Nog altijd wielrenner zijn. Bij hetzelfde team, Stageco? Als er niks beter in zit, wel, ja. Als er niks beter in zit. Zijn er mogelijkheden? We hopen altijd de stap hogerop te zetten, maar ik ben heel content met de ploeg. Dus ik zou zeker niet weg willen. Maar als er interesse is van hogerop, dan ga ik niet twijfelen. Hoe is de ploeg hier verdeeld? Goed verdeeld? Sterke vertegenwoordiging? Nee. Ik weet niet goed wie dat er aan de start staat en wie niet. Ik denk dat de meeste renners wel, omdat toch een soort van... En binnen jouw eigen ploeg? Allee, ja, ik weet niet juist wie daar aan de start staat, dus, maar ik denk dat de meesten wel van de ploeg hier zullen starten en we hebben wel meerdere ijzers in het vuur. Okay, succes alvast. Dank je wel.